Ondanks mijn hele slechte contributie in deze ronde aan het verdedigen van de Gijzelaar, hebben we deze ronde toch gewonnen. Dus dat is een hele prestatie, dames en heren. Op naar de volgende ronde, zal ik zeggen. En hopelijk kunnen wij die ook gewoon winnen. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killa J. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering op Rainbow Six Siege. En we gaan vandaag verder met Road to Navy Seal. En in deze serie is het zeg maar de bedoeling dat wij de Navy Seals vrij gaan spelen. De twee nieuwe characters die zijn geadd in een nieuwe uitbreiding van Rainbow Six Siege. Yep. Dus wij gaan vandaag daar weer mee verder. Dus wat ik ga doen, ik ga even een multiplayer potje zoeken. En zodra ik die heb gevonden, zie ik jullie natuurlijk in de multiplayer, dus let's go. Oké, dames en heren, we hebben het eerste potje gevonden en het is Team Deathmatch, gijzeling. Dus we moeten een gijzelaar bevrijden en een gijzelaar verdedigen in de verdediging als het goed is. Dus we gaan ons best doen. Wij zitten in het blauwe team en ik kies voor welke operator zullen we gaan. Ik wil voor deze, dat is de Breacher. Dan nemen wij wel het granaat, ja, oké. Dit is de uitrusting die wij nemen, de R4C, de M45 MUSOC als handpistool en de doorbraak explosief. En natuurlijk hebben wij dan ook nog, wacht even hoor, we willen deze aanvaller, ja, oké. Uitrusting bevestigen, there we go. En natuurlijk hebben wij dan ook nog de specialty en dat is een launcher, die een grenade launcht en die plakt zichzelf op een deur, waardoor de deur in één keer gebreached wordt en je hem niet drie keer hoeft te slaan. En volgens mij kun je ook zelfs extra beveiligde deuren met dat ding breachen. Dus dat is natuurlijk super nice. En ja, het eerste potje gaat beginnen. Ik vraag me af wat was eerste. Oké, we zijn als eerste de aanval. Dus we moeten de hostage gaan bevrijden, terwijl de hostage takers de hostage moeten verdedigen. Dat is een beetje het hele idee natuurlijk. Oké, even kijken hoor. Waar gaan wij langs? Waar moeten wij heen? Want kun je hier ook ergens anders heen vanuit deze kant? Oké, hier is een deur. Achter het koffertje zit. Ik denk dat ze wel iets dieper in het gebouw zitten. Ik hoor hier boven. Oh, wacht. Ik hoor hier wat. Kom maar, mensen schieten hier. 10 seconds to insertion. Even checken hoor. Zullen we het safe spelen? Ja, we gaan onze drone even verbergen. En dan kunnen we het op safe spelen. There we go. Oké, de hostage location is unknown. Dat weet ik. Maar zodra we bij het gebouw in de buurt zijn, gaan wij weer terug in de drone. En dan gaan we kijken of we de hostage alsnog kunnen spotten met de drone. En op dit moment zoeken ze ook waarschijnlijk niet echt meer naar drones. Even kijken hoor. Waar kunnen wij het beste het gebouw ingaan? Ga gewoon via het dak. Oké. Ligt daar ook een of andere Black Hawk? Oké, ik ga eerst dus even hier zo zitten. Zo. En dan moeten we even weer terug naar de drone. Dus laten we dat even gaan doen. Connecting. Oké. Drone besturen. Oké, we gaan kijken of we de hostage kunnen vinden. Dat was een teammate. Waar is die man heen gegaan? Oké. Maar in ieder geval betekent het wel, hij kwam van beneden. Dus hoogstwaarschijnlijk zit de hostage hier ook ergens. Ik wil weten waar die hostage zit voordat ik mijzelf in een gevaarlijke situatie ga mengen. Dat is een beetje waar ik mee zit op dit moment. Oh mijn god, iedereen gaat boven dood. Misschien. Kut. Oké, dat was mijn drone die net uitgeschakeld is. Dan moeten we nu toch naar binnen gaan. Kut is dat de hostage nog steeds niet gevonden is. Dat is echt wel een beetje kut. Kunnen wij vanaf hierboven ergens naar binnen?
Oké. Oké, we zijn binnen in het gebouw nu. Nu echt heel spannend. Span down. Vijand buiten opgemerkt. Nee, ga dood. Oh mijn god. Het is nou 1v2. Ik hoor nog steeds mensen, oké? Dit is fucking spannend, want dit is een clutch situatie, oké? Gaan wij scumpy zijn, ja of nee? Als je naar Call of Duty refereert. Sorry dat ik heel stil ben nu. Fuck! Oh, we waren bij de juiste... Oh, we waren bij de juiste kamer. Nee. Damn. We hadden hem nog wel volgens mij. Dus dat is op zich een goed ding. We hebben wel verloren de eerste ronde. Maar we waren wel bij de juiste plek op de juiste kamer. Oké, we gaan voor de heartbeat sensor. We gaan voor de C4 of gaan voor het prikkeldraad. Ik denk dat prikkeldraad wat beter is. Zo. Oké, close range. Shotgun time. Let's go. Oh, dat was spannend. Dat was echt spannend. Jammer dat we verloren hebben. You need to protect the hostage. Secure the room. Oké, het ziet er nou uit dat wij nu op de benedenverdieping zitten. Okay, even kijken, wat is een dingje, een beetje een spot waar ze gaan breachen. Dit lijkt me wel een spot waar ze gaan breachen. Even checken hoor. Laten we hier gewoon prikkeldraad neerleggen. Oh. There we go, prikkeldraadje hier. Gaan we terug naar de hostage spot, want daar moet natuurlijk ook prikkeldraad liggen. Okay, hier ligt dat prikkeldraad. Hier moet ook nog een beetje prikkeldraad, zo. Extra prikkeldraad is nooit verkeerd. F om de deur af te barricaderen. Zeer belangrijk. Versterken van de muur, ook heel belangrijk. Niks gaat gebreached worden hier. Bam. Damn, there we go. Zo. There we go. Wij gaan hier lekker op deze tafel liggen en we zien wel wat er gaat gebeuren. Oké, ik heb een enemy in zicht op mijn heartbeat sensor nu. Ze komen in de buurt. Ik
kan vanaf nu ieder moment losgaan. Dus laten we nou bij de game blijven, oké? We moeten ons nu concentreren. We moeten gaan kijken of we dit tot een goed einde kunnen brengen. Oké, er is ergens gepreached. Ik hoor ze hierboven wel lopen. Kijk hoor, hoeveel mensen leven er nog bij hen? Ik heb werkelijk geen idee. Oh, fuck. Oh mijn god, ik zat echt even niet op te... Oh my god. Dit is dus de guy die we trouwens willen vrijspelen. De Navy SEAL attacker. Die wil ik heel graag hebben. En hij is best wel goed. Hij heeft ook een soort van bulletproof shield op zijn gun. Oké, ik moet me even beter gaan concentreren. Want het is... We kunnen niet aannemen dat het allemaal zo makkelijk zal gaan. Gewoon met Breacher. There we go. En let's go to the next round. Oh my god, daar zijn we best wel even de fout in gegaan. Oké, dames en heren, we zitten weer in onze drone. En het is tijd om de hostage te gaan locaten. Dus laten we dat ook gewoon lekker gaan doen. En hopelijk vinden we hem dit keer wel. Vorige keer hadden we daar een klein probleempje mee. Oké, we hebben de hostage gelocate. Die zit in deze room. Ik denk dat ik een topspot heb gevonden voor mijn drone. Of toch niet? Fuck, de drone is gespot. Maar die meneer is ook gespot. En ik had denk ik beter met drone gewoon nog onder die rubble kunnen rijden. Maar ja, in ieder geval, we weten nu waar de hostage zit. En laten we er gewoon voor gaan. Oh. Holy shit. Oké, daar val je dus gewoon 1000 meter naar beneden. Kut. Kut. Dat was niet de bedoeling. Oké. Voor deze ronde is dus uiteindelijk toch gewonnen. Ondanks mijn blunder om fucking 2 stories naar beneden te springen. Hebben we uiteindelijk toch gewonnen. Ik neem even snel een slokje water. Want het is eigenlijk best wel... Ja, het staat best wel op je keel deze game. In ieder geval, het is weer tijd om te gaan verdedigen. Hopelijk gaat het dit keer wat beter dan net. We gaan weer voor onze heartbeat sensor guy. Dit keer gaan we voor de MP5. Handgun is gewoon goed die we hadden. En we gaan voor de C4. En niet voor de... voor de prikkeldraad die we net hadden. Maar we gaan even met een MP5 knallen. Tak, tak, tak. Omdat de MP5 is gewoon best wel een goed wapen. Het is 9mm. Maar het is een goed verdedigingsgun. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop jullie ook. Want ronde 4 is in de makings. Hij gaat namelijk nu beginnen. En ik wil hem ook gewoon winnen. Ik opgeven is in deze geen optie. Dit is mijn mooie MP5. En let's get ready to protect this man. Because he is not gonna die in our watch today. Oké? Laten we alles even gaan versterken. Dat is wel belangrijk. Zo.
zo. Oké, fuck, die drones zijn binnen volgens mij. Oeh, body armor. Yes, I'll take extra panzer. Every day. Tijd om alles goed te barricaderen. There we go. En dan gaan wij mooi in dit hoekje zitten. Zo. Okay, I'm ready to rumble. Oké, laat de enemy maar komen. Het is altijd wel even afwachten bij het verdedigen. Dat is best wel jammer. En ik heb voor het eerst ook de camera hier staan. Dus als jullie dit niet een toffe hoek vinden, laat het dan ook even weten. Want ik kijk nog veel omhoog zo van als ik een aerial verhaal. Maar de camera staat daar. Dus dat is wel even een beetje wennen. Core voetstappen. Kunnen ze boven ons zijn? Oeh, ik heb wel hard sensors gedetect. Maar waar? Waar zitten ze? Daar zo. Ze zitten daar ergens. Kom op. Kut! Nee! Nee! Zo! Nee! Ah! Dit is echt kut. Ik had hem gewoon moeten hebben. Ondanks mijn hele slechte contributie in deze ronde aan het verdedigen van de gijzelaar. Hebben we deze ronde toch gewonnen. Dus dat is een hele prestatie, dames en heren. Op naar de volgende ronde, zal ik zeggen. En hopelijk kunnen wij die ook gewoon winnen. Oké, dames en heren. De verdedigingsronde is begonnen. En ik ga dit keer eens een keertje niet bij de hostage zelf zitten. Ik ga dit keer erboven zitten. There we go. Dat is drone nummer 1. Oké. Here we go, this is the room on top. Kijk hoor, zit hier ook ergens een bomb trap? Yep, die zit hier. Oké, die is gefortified. Maar ja, je weet natuurlijk niet of zij dat ook weten. Dus ik ga hier zitten. En de actiefase is nu begonnen. Dus we moeten de hostage verdedigen, die zit hier beneden. Ik ben er helemaal klaar voor, laat ze maar komen. Zal ik zeggen. Goh, spannend. Dit is ook trouwens matchpoint. Dus, yep, ik hoor mensen. Ik hoor mensen. Deze room gaat gebreached worden. Vanaf rechts. Ik hoor mensen rechts. Kut, kut, kut. Het kutte is ook dat ze al de hostages hebben gevonden. Dat geeft ons natuurlijk een enorm nadeel. In hoe of wat. Ik moet wel even concentreren nu. Ik heb het idee dat ze die room gaan, die deur gaan breachen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze hier helemaal niet komen. Dan is het puur een kwestie van... naar beneden gaan. Maar voor nu lig ik hier gewoon goed. Oké, onze eerste persoon is down. Trainier is in een gunfight. Hij heeft hem gewonnen volgens mij. Oké, ik ga bij voegen bij mijn collega's. Ik hoor iemand lopen. Kan een teammate zijn.
go. Wat? Hoe is hij niet dood? Even serieus, hoe... Wauw, hij heeft die fucking shield. Dit is echt nep. Dit is echt nep. Als we deze ronde verliezen is... Oh my god. Het ziet eruit dat we nog kunnen winnen, dames en heren. Het is 2 tegen 1. Kom op. Kom op, 2 tegen 1. Fuck, ik had moeten... Yes! Bam! Matchwins plus 2000. Dit komt echt heel goed uit. Dit komt echt heel goed uit, dames en heren. Want dit brengt ons weer een stapje dichter bij onze eerste fucking Navy Seal Operator. We gaan nog één potje doen. En de comeback overwinning is binnen. Oké, dames en heren. De bio... Oh, fuck. Snel, verstopje. Holy fuck. Oké, dat waren twee enemies. We zitten in de map Kill House. En ik zat met mijn drone te spelen even. En ik zat helemaal niet op te letten. Maar in ieder geval... Oeh, dit is extra goed beveiligd. Ja, let's go. We weten waar we heen moeten. We weten wat we moeten veiligstellen. Het doel is simpel. We can use all means necessary. Want daar ga ik vanuit. Go. Naar beneden, Joey. Het is wel belangrijk dat we naar beneden gaan. Oké, ik denk dat ik ga inserten vanaf boven. Oké, let's go. Ze hebben de voorkant heel goed verdedigd. Maar de achterkant daarentegen niet zo goed. Dus... Let's go. Ik heb dat ze een beetje afgeleid. Vijand vanaf buiten. Oké, dat ging niet helemaal zoals gepland. Ik hoopte dat hij daar nog steeds zou staan. Holy fuck, dat was een fucking pop. In ieder geval ben ik wel alert. Oh, ik schrok me dood, vriend. Ik schrok me echt dood. Holy shit. Oké, dat is niet helemaal... Oh, hij zag mijn silencer. Oh, dat is fucking kut. Ah, hartverzakking. Kiek hem, kiek. Go, kiek. All friendlies have been eliminated. Barricade the room. Oké, dames en heren. Ronde 1 hebben we helaas verloren. Hopelijk gaat ronde 2 ons beter af. Even kijken hoor. Vanaf waar komt de enemy binnen stormen? Even kijken hoor, hun drones komen vanaf die kant volgens mij. Op4 drone located the biohazard container. Deploying ADS. 10 seconds remaining. Under new
mag. You can stop worrying about grenades. 5 seconds and counting. Op 4 drone has located the biohazard container. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You have entered an enemy-controlled area. Leave now. You will be detected if you leave this area. Okay, ik ben soort van in een gunfight. Remain in this zone, you will be detected by hostiles. Met iemand. Kom maar op, vriend. Kom alsjeblieft naar boven. Kom alsjeblieft naar boven, vriend. Kut. Zo dat hij via hier wat gaat proberen te doen. Of gaat hij een verdiepingje omlaag? Zou ik namelijk ook nog best kunnen begrijpen. Nee! Oh, fuck. Oh, shit. Please help me, iemand. Kut! Hij wist dat hij me nog moest... Oh, ik dacht dat hij niet hoorde dat hij me ook nog moest uitschakelen. Het gaat niet echt lekker deze ronde, dames en heren. Vorige ronde trouwens ook niet. They ceased attempting to secure the container. Biohazard container securing pod. Take out the hostiles. Friendly last operator station. Mission failed. All friendlies were eliminated. Oké, dames en heren, here we go. Volgende ronde gaat beginnen. We spelen nog steeds op de map Kill House. En ja, we gaan kijken of we deze ronde er iets beters van kunnen maken dan de vorige paar rondes. Want het ging echt bagger. Oké, here we go. We zijn in de compound. Yeah, waarom moet hij mijn drone afpakken? Oh, deze man weet niet eens wat hij doet volgens mij. Deze man is echt fucking debiel, volgens mij. Holy shit. Oké, in ieder geval. Yep, ja, en je bent je drone kwijt. Wauw. Echt top, man. Echt super top. Oké, laten we gewoon die biohazard vinden. Die biohazard container. En laten we er dan gewoon gelijk vandoor gaan. Oké, here we go. We zijn binnen. Ik hoor iemand. Fuck! Ik speel ook niet voorzichtig. Totaal niet. Maar ik had hem gewoon moeten hebben. Dat is echt fucking bullshit. Dat is fucking kut. Maar hier eindigt de episode wel, helaas. Sorry. Voor deze... Ja, inderdaad. We zijn een noob team. Sorry. Oh, dit ging echt kut vandaag. In ieder geval, ik hoop toch dat je de video leuk vond. En ja, ik zie jullie de volgende video weer. Iedereen super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ja.
ja, ja, ja.